Catalonië heeft gestemd voor onafhankelijkheid van Spanje. Wat zijn daarvan de gevolgen? Welkom bij Uitgelicht. Het referendum was omstreden en uiteindelijk illegaal. Maar de uitslag is duidelijk. Ruim 90% van de Catalanen die gisteren naar de stembus ging, stemden voor onafhankelijkheid van Spanje. In de studio Jan van Bentem, buitenlandcommentator van het Nederlands Dagblad. Goedenavond, meneer Van Bentem. Ja, zometeen gaan we het hebben over dat omstreden referendum. Ja. Maar eerst het nieuws van vandaag. De aanslag in Las Vegas. Wat is er gebeurd? Ja, waarom? Dat weet eigenlijk nog niemand. Maar wat er is gebeurd is dat vanaf de 32e etage van een hotel een 64-jarige man diverse automatische wapens heeft leeggeschoten in het publiek van een concert daar beneden. Meer dan 50 doden, ruim 200 gewonden en sommige bronnen zeggen zelfs 400. Mensen die probeerden natuurlijk weg te komen, die ook anderen misschien aan de kant hebben gedrukt, dat weten we nog niet precies. Het is de bloedigste schietpartij in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten. Ja, een van de dodelijkste. De dodelijkste. Ja. We hebben er wat beelden van. Laten we daar eerst eventjes naar kijken. Schuil. Komt horen het geluid van de mitrailleur, hè? Ja. Dat was het, geloof ik, hè? Een automatisch geweer, ja. Of automatisch geweren. Ja, want er zijn er ook al best wel veel, natuurlijk heel veel aanslagen in Amerika geweest, maar toch was dit de dodelijkste. Dit was de dodelijkste. Het grootste aantal slachtoffers, Orlando, aanslag door de volgelingen van ISIS waren 49 doden. Nu dus minstens 50. En dat is toch wel een triest record wat je hebt. Ja. Er is nog een aanslag geweest met nog meer doden. Dat was gericht tegen een overheidsgebouw in Oklahoma City in de tijd, Timothy McVeigh. Deze schietpartij is het overstijgt alles. Gemaakt. Ja. Ja. Ja, u noemde het net al, hè? Het was een 64-jarige man. Wat weten we allemaal van de dader? Nou, eigenlijk weinig, behalve dat hij niet bekend staat als iemand met banden met een extremistische groepering. Gepensioneerd, woonde in een soort resort zeg maar, voor gepensioneerden samen met zijn partner. Was al 3 dagen in het hotel, had daar dus ingecheckt. Alleen, zijn partner was daar niet bij. Die is ook verhoord al inmiddels. Schijnt er niets mee te maken te hebben. Heeft in die tijd meerdere wapens die het hotelkamer binnengebracht. Had van daaruit dus uitzicht op het concert. En is dus wel met voorbedachte raden? Het is dadelijk met voorbedachte raden. Er lagen heel veel wapens. Politie zegt over zeker 10. Heel veel munitie. En je kunt ook wel het aantal gewonden en doden zien dat hij veel had meegenomen. Ja. Ja, u noemde het net al, hè? Het waarom is niet heel duidelijk. Nee. Is er een verklaring voor te bedenken waarom dit gebeurd is? Het doel lijkt op een doelen die heel erg populair zijn bij ISIS en bij Al-Qaeda. Een concert, hè, de verdorven westerse cultuur. Denk aan Manchester, die aanslag. Ja, het was een country festival. Hè? Daar zou het op lijken. In juli is er ook een heel gerichte oproep geweest van ISIS aan lone wolves, hè, eenzame wolven, om dit soort aanslagen te plegen. En dan heb je altijd ook instructies van waar je het best kunt doen. Dus een groot popfestival, een grote bijeenkomst, drukke marktpleinen. In tekst en in beeld kun je dat dan krijgen in hun aanwijzingen van waar je het moet doen. Maar als er geen banden met deze man en ISIS of Al-Qaeda te vinden zijn, of dat gedachtegoed daarvan, tot nu nog niet. Nee, die banden die waren er inderdaad niet. Dus eigenlijk dat weten we dus nog niet. Nee. Het kan zijn dat dat later wel duidelijk wordt, maar kijk, het karakter van de aanslag, het karakter van het doel wijst in je richting. Maar het leven van de man, een blanke 64-jarige man zonder een verleden als militair veteraan of zo, ja, waar oorlogstrauma's nog wel een rol kunnen spelen, niets. Nee. De verklaring is volstrekt onduidelijk. Wel bekend bij de lokale politie, maar nog niet helemaal duidelijk in welk verband. Ja. Afgelopen weekend waren er ook in Marseille en in Canada aanslagen. Mm-hmm. Kunnen we daartussen een verband vinden? Dat weet je dus niet, behalve Marseille. Dat was weer zo'n steekpartij door een volgeling van ISIS. Dat heeft ISIS ook meteen opgeëist, direct na afloop.
past ook in het karakter ervan. Een toeristische stad met een grote migrantenminderheid, waar je dus spanningen kunt oproepen, waarbij je toeristische centra ook economisch treft. Het zijn allemaal elementen die genoemd worden in dat soort oproepen tot geweld. Maar de Londen, daders van deze aanslagen, hadden die wel banden met IS? Maar Marseille zeker. Ja. En Canada? Dat weet ik niet. Dat is niet duidelijk. Maar bijvoorbeeld Londen staat ook nog heel erg hoog op de lijst. Meerdere oproepen om in Londen nog weer een keer een aanslag te plegen. À la wat in Marseille is gebeurd. À la die ramaanslagen. Ja. Zoals in Barcelona onlangs. Ja, en de verwachtingen voor Las Vegas. Het is natuurlijk een doel toeristisch, aantrekkelijk daardoor door exact, ISIS. Moeten ze dit vaker verwachten, dit soort aanslagen? Dit soort steden met dit soort centra staan wat dat betreft hoog op de lijst zeg maar, van terreurbewegingen als ISIS en Al-Qaeda. Ja. En ook nationale festivals. Denk aan de 14e juli in Frankrijk, de 4th of July in de Verenigde Staten. Dat zijn zeg maar de geëikte momenten. Zo wordt de volgelingen voortdurend voorgehouden. Van als je doet, doe het dan op zulke momenten. Ja. Als je bij een voetbalwedstrijd doet, doe het bij afloop van de wedstrijd. Want dan probeert iedereen tegelijk naar buiten te komen. Dan heb je het meeste effect. Ja. Nou, dat soort instructies kun je daar vinden. Ja. Ja. Dan door naar een heel ander onderwerp, naar Spanje. Catalonië, die de Barcelona als hoofdstad heeft, ging gisteren naar de stembus om te stemmen over onafhankelijkheid. Dat wilden ze. Dat wilden ze, ja, dat werd nogal tegengehouden. Ja. Ze zijn toch gaan stemmen. Allereerst even, waarom wil Catalonië onafhankelijk worden? Nou, het heeft een lange geschiedenis van onafhankelijkheid, semi-onafhankelijkheid. Het heeft ook tot vrij recent, ergens rond 2010, een vrij grote mate van autonomie gehad. Dat is door het gerechtshof deels teruggedraaid. Nou, de regering had het erover. We zouden erover kunnen denken om dat toch wel weer te geven. Maar er was duidelijk streven van de Catalaanse deelregering, de Generalitat, om dit referendum te houden. Ze wisten dat het illegaal was. Er was een eerdere poging geweest waarvoor in 2014, dat is toen niet doorgegaan. Maar de vicepremier van die deelregering is in maart veroordeeld wegens betrokkenheid van het organiseren van een illegaal, onconstitutionele poging tot afscheiding. Ze wisten exact hoe ze juridisch stonden. En ze hebben nu in handen gekregen wat ze wilden hebben. Namelijk, ja, want de politie heeft hard opgetreden. Prachtig. Maar dat heeft er juist voor gezorgd dat meer mensen gingen stemmen voor die onafhankelijkheid. Je ziet het ook in de hele verdeelde reacties van de Europese Unie. Die zegt aan de ene kant, ja, de stabiliteit en de eenheid van Spanje is voor ons van heel groot belang. En als er al gesproken moet worden over de toekomst van delen van het land of het land, moet dat op een democratische manier, een democratisch overleg. Dus wat dat betreft heeft de Spaanse overheid gelijk. Maar het geweld, zoals door de politie is gebruikt, noemen sommige Europese politici buitensporig. Ja. En dat is ook vooral in het nieuws geweest. En dat is het beeld wat blijft hangen. En een politieagent die een grootmoeder in elkaar slaat met zijn wapenstok, daar wek je niet veel sympathie mee als regering. Ja, ik praat zo meteen met u verder. Ondertussen hebben we aan de telefoon dominee Berend Koster. Hij woont al 25 jaar in Spanje, net ten noorden van Barcelona. Goedenavond, meneer Koster. Goedenavond. Hoe heeft u de afgelopen dagen beleefd? Met vrij veel spanning. En gisteren was het natuurlijk een hele spannende dag. Vanaf het begin wisten we niet hoe het zou verlopen. Maar 's morgens om 6 uur werden we al wakker door de buren, die op een of andere manier naar het kantoortje trokken om daar de stemming mogelijk te maken. Ja. Als u kijkt naar de afgelopen jaren dat u daar woont, wilde Catalonië altijd al onafhankelijk zijn van Spanje? Heeft u dat veel gehoord? De eerste 15 jaar hebben we daar heel weinig van gemerkt. Maar ik herinner me toch een bepaald moment, zal omstreeks 2008-2009 geweest zijn, dat er bij ons in de buurt een massabijeenkomst werd georganiseerd. En die massabijeenkomst had plotseling meer aandacht dan ik verwachtte. Het onafhankelijkheidsstreven was altijd van een hele kleine groep. Ook in onze omgeving hadden we deze mensen. Een kleine groep als een ver ideaal. Dat ze toch eigenlijk voor onmogelijk hielden. Maar plotseling is er een volk ontstaan. Deze onafhankelijkheidsbeweging heeft een volk gecreëerd. Ja, want waar komt dat gevoel dat ze zo graag onafhankelijk willen zijn? Waar komt dat vandaan, denkt u? Het is moeilijk te verklaren. Het zit een beetje in de Catalaanse structuur. Catalanen hebben deze aspiratie al een paar honderd jaar. Met op verschillende momenten is dat duidelijk gemaakt. En
de centrale regering kan dit in feite toch ook nooit toestaan. Dus er is altijd een blokkade geweest die door de grondwet van 78 na de dictatuur toch op een elegante wijze is opgelost, naar mijn gevoel, zodat er één lange generatie een grote stabiliteit geweest is. Nou, met de crisis van 2008 is dit toch wel weer opnieuw begonnen. Dus de crisis heeft een grote invloed erop gehad. Ja, een grote rol gespeeld. Wat betekent het voor u als Catalonië inderdaad onafhankelijk wordt van Spanje? Ja, dat kunnen we eigenlijk nog niet voorzien. Maar tegen onze... ik werk op een theologische school, maar ja, wat zeg je tegen de studenten? Kunnen wij dan hier zomaar blijven? Natuurlijk, dus het onafhankelijkheidsstreven wil binnen de Europese Unie gerealiseerd worden. Ja. Maar dit zal het laatste zijn wat Spanje toestaat. Dus we zullen dan toch onze verblijf moeten herzien, definities van moeten herzien. Ja. Ja, precies. We gaan afwachten wat er daar gaat gebeuren. Dank voor uw toelichting, Berend Koster in Spanje. Ja, meneer Van Bentem. De gevolgen van dit referendum voor Spanje, wat zijn die? Ontwrichting. Want dat jaartal dat de heer Koster noemde, dominee Koster noemde, van 2008, 2009, is niet maar bij toeval. In 2008, hij noemde die crisis, hè? Ja, nou, in 2008 probeerden de Basken het ook. Dat is uiteindelijk niet doorgegaan. Die wilden toen ook een vergelijkbaar referendum houden. Dus Baskenland, wat dan in het noordwesten van Spanje ligt. Catalonië ligt in het noordoosten. Net onderaan de grens met Frankrijk. Ja. Maar dat was dus een jaar waarin dat ook speelde. Je hebt ook toen, rond die tijd, had je ook het referendum in Quebec in Canada over onafhankelijkheid. De discussie over onafhankelijkheid kwam enorm op in Schotland. Waar dus net dat referendum ook is geweest 2 jaar geleden. Dus je ziet dat, die beweging er op meer plekken was. En tegelijkertijd had je ook de financiële crisis. De Catalanen, dat een van de rijkste, welvarende, meest productieve regio's van Spanje is, hadden het gevoel dat zij onevenredig veel moesten betalen voor de Spaanse staatsschulden en tekorten. Want de crisis heeft in Spanje keihard toegeslagen. En toen is dat gevoel dus gaan groeien. Ja, en wat dan met name ook heel sterk speelt, is dat de werkloosheid in Catalonië is beduidend lager dan die in Spanje. Mm-hmm. Spanje nog zo'n 19%, zij is rond de 11-13%. Maar de jeugdwerkloosheid is nog wel vrij hoog. 34%, terwijl die in heel Spanje zo'n 38-39% is. Ja. Dus een belangrijk deel van de jeugd ziet geen toekomst en wijt dat aan Madrid. Aan de Spaanse overheid. Ja, en heeft dus een romantisch idee van als we nou loskomen, hier gaat het beter. En Madrid zijn we ons geld niet kwijt, dan hebben we wellicht wel weer toekomst. Dus, stel dat Catalonië onafhankelijk wordt, wat zou Spanje dan kwijtraken? Nou ja, een van de welvarendste regio's die een belangrijk deel van het bruto nationaal product uitmaken. Zij leveren uit mijn hoofd gezegd 16% daarvan. Plus dat dus de wens tot afscheiding in andere delen van Spanje, wat ook wel is, Aragon, maar ook de Baskenland, dat ook weer opkomt. Ja, want u noemde net al die situatie in Baskenland. Spanje was daar eerder al in gevecht mee. Wat zijn er overeenkomsten tussen Catalonië en Baskenland, behalve dat ze allebei onafhankelijk worden? Dat in de vroege middeleeuwen ook later toch onafhankelijke koninkrijkjes zijn geweest. Dat ook wel later nog min of meer is teruggekomen. Dat ze pas bij dat Spanje een eenheidsstaat werd, dat toen eindelijk beëindigd is. Dan heb je die dictatuur van Franco een hele lange tijd eroverheen gehad. Van eind jaren 30 tot in de jaren 70. Toen werd alles onderdrukt. Nou, daarna kwam dus die grondwet die zegt van, ja, Spanje bestaat natuurlijk wel uit verschillende volken, als het ware. Peoples in de zin van, niet in volken zoals het Nederlandse volk, maar wel met een bepaalde culturele, etnische achtergrond. En die kregen een behoorlijke mate van autonomie. Dus zowel de Basken als de Catalanen hebben dat ook. Maar ergens is dus die wens naar echt onafhankelijk worden opgekomen. En je ziet het, we hebben in bij wijze van spreken binnen de Europese Unie een vergelijkbaar streven, dat ook rond 2005 Nederland, Frankrijk, tegen de Europese grondwet, daarna het verzet tegen die eenheidsunie steeds groter werd. Nou, het verzet tegen de Spaanse eenheidsstaat is iets vergelijkbaars. Je zou kunnen zeggen, ik heb net dikke week geleden gesproken met de voormalige aartsbisschop van bisschop van Canterbury, dus hoofd van de Engelse kerk, Rowan Williams, die zegt, de massademocratie, dus zeg maar de democratie in grote staten, die heeft gefaald. Er is een soort
breuken met de bevolking. En die onafhankelijkheidsgevoelens komen dus daardoor op. Als je dan in een regio woont waar je primaire identiteit in de regio zelf ligt, waar je daar eerst in herkent, zet je je nog sneller af tegen de eenheidsregering in de hoofdstad. Want voelen mensen in Catalonië zich eerder een inwoner van Catalonië dan een Spanjaard? Ja. Nou, maar daar zit nog wel even iets in, hè? Want 90% heeft voor onafhankelijkheid gestemd. Maar er ging maar 42% van de Catalaanse stemgerechtigden naar de stembus. Dus hoe kan maar dat? Nog geen 40% heeft voorgestemd. En als je nou gaat terugkijken, wat vinden de Catalanen? Dan kom je uit bij een heel gezaghebbende peiling in juli. Daarin zijn ruim 49% van de ondervraagden nee tegen onafhankelijkheid. Ja. En maar 41% zei ja. Dus degenen die tegen waren, zijn thuisgebleven, hebben dus niet gestemd. Maar misschien door dit politiegeweld zullen ze wel weer meer die gevoelens hebben. Die gevoelens worden daar wel door aangewakkerd. Ja. En dat is het vervelende. De Catalaanse onafhankelijkheidspartijen hadden eigenlijk een minderheidspositie. Hebben dit referendum geforceerd. En hebben door het politieoptreden een geweldige handvat in handen gekregen om verzet tegen Madrid sterker te maken. Ja. En Europa, gaat die nog een rol spelen in deze situatie? Nou, hopelijk wel in de zin van onderhandelingen. Want de Catalanen willen in Europa blijven. En als de Europese Unie zegt van ja, jongens, hallo, sorry. We willen Spanje houden. Ja. En gaan we eens praten hoe je met meer onafhankelijkheid misschien, maar toch binnen Spanje dat kunt realiseren. Dan kan dat helpen een dialoog op gang te brengen. Maar ja, je moet nu over een hele emotionele blokkade heen. Ja, want de lijntjes zijn wel gebroken op dit moment. Ja. Ja, Rutte en andere regeringsleiders die roepen Spanje en Catalonië op om in gesprek te gaan. Beetje verwachten laat. Dat ze dat gaan doen? Dat hadden ze echt veel nadrukkelijker eerder gemoeten. En dat had de Spaanse regering van Rajoy, premier Rajoy, zich ook moeten realiseren. Dat als je met politieoptreden een wens naar een referendum moet onderdrukken, dat niet helemaal lekker past in het beeld van een vrije, open democratie. Je zou kunnen kijken naar voorbeelden als Canada. Met het referendum wat er geweest is tot 2 keer toen nu al over het Franstalige deel van Canada, Quebec, dat zich ook onafhankelijk wilde maken. Ja. De Canadese regering is het waagstuk wel aangegaan tot 2 keer toe om daar een referendum over te houden. En tot 2 keer toe hebben de inwoners van Quebec zich met een kleine meerderheid, soms met echt een hele kleine meerderheid, uitgesproken voor het binnen Canada blijven. Ja. Toenmalige Britse premier Cameron heeft hetzelfde waagstuk aangegaan met Schotland. Uiteindelijk is de wens, kijk, er was de Scottish National Party, was dat de grootste. Maar uiteindelijk is de wens van zo'n groot deel van de bevolking, van zo'n belangrijk deel van jouw land, niet te negeren. Nee, want het speelt inderdaad in heel veel delen van ook andere Europese landen, noemde als Schotland, maar ook Vlaanderen nog steeds in Baskenland. Ja. Denkt u dat dit referendum dan ook gevolgen gaat hebben voor die delen die ook onafhankelijk willen worden? Reken maar. Kijk, als de Spaanse regering tot onderhandelingen wordt gedwongen, door op wat voor manier dan ook, geeft dat natuurlijk een enorme stimulans voor dat soort bewegingen om ook eisen op tafel te leggen in plaats van voorstellen. Ja. Dus de manier van praten wordt dan anders. Dan wordt het veel dwingender en eisender in plaats van overleg plegen, op een fatsoenlijke manier over binnen de wet met elkaar praten over van joh, onze wens is naar grotere onafhankelijkheid of misschien zelfs helemaal onafhankelijkheid. Ja. Maar wat je dus ziet is dat het beeld dat wij hebben van Europa bestaat uit vaste, stevige natiestaten, hè, dus echte naties die heel herkenbaar zijn als volk, als land. Dat beeld dat brokkelt wel af. Ja, bij Baskenland ontstond eigenlijk door dit hele onafhankelijkheid, dat streven daarnaar, de terreurgroep ETA, die ook aanslagen pleegde. Denk je dat zoiets ook denkbaar is voor Catalonië? Minder, omdat het voorbeeld van de ETA wel een afschrikwekkend voorbeeld is. Voor de Basken zelfs zo dat het reden is om niet al te hard meer over de onafhankelijkheid te praten. Eerst die vrede bewaren. ETA heeft de wapens afgevoerd. ETA heeft de wapens neergelegd, heeft geweld afgezworen. Laat dat eerst maar eens beklijven en dan zien we wel verder. Dat was tot zondag het standpunt van de Basken. Vraag is of dat niet weer door deze beelden en het optreden door van de Spaanse politie. Door dat politiegeweld dat ze weer gaat veranderen. Dus ja, samenvattend, dat politieoptreden, het was naar de wet. Mocht de regering dat doen, in de uitvoering was dat vrij stevig. Ja. En in de beeldvorming is het doorslaggevend. Ja. De verkeerde kant op. Ja, want ze hebben eigenlijk ervoor gezorgd dat misschien meer mensen dan nu ook die onafhankelijkheid willen. Emotionele keuze krijg je dan in plaats van verstandige keuze. Ik stel je nou voor dat de Spaanse regering had gezegd,
Joh, ja, die wens is blijvend. We moeten het er bijna bij laten. Ja, laten we met elkaar echt om tafel gaan. En laten we eerlijk hierover gaan praten. Dan had dat politieoptreden wellicht vermeden kunnen worden. En dan had je niet op dit punt gezeten dat het buigen of barsten wordt. Ja, precies. En daar zit je nu. We gaan afwachten wat het wordt. Dank voor uw toelichting, meneer Van Bentum van het Nederlands Dagblad. U bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer met een nieuwe aflevering van Uitgelicht. Een hele fijne avond en graag tot dan. Dag!